Medisch Centrum Leeuwarden heeft erkenning gekregen voor het MS-behandelcentrum. De erkenning is gegeven door het Nationaal MS-fonds. Op dit moment is het MCL het enige ziekenhuis in Noord-Nederland die op deze schaal gespecialiseerde multiple sclerosebehandelingen uitvoert. Het behandelcentrum van het MCL bevat momenteel 2 MS-neurologen en 1 verpleegkundig specialist. Hoewel er nu de erkenning is, willen de specialisten vooral de kennis en expertise op neurologen in andere ziekenhuizen overbrengen. Nou, wat we nu doen bijvoorbeeld in Friesland is nadrukkelijk een samenwerkingsverband met Drachten, met Heerenveen, met Sneek. Waarbij we patiënten bespreken, waarbij we de MS-verpleegkundigen opleiden, waarbij de fysiotherapeuten opgeleid worden. Dus in feite de zorg dichter bij de patiënt. We hebben natuurlijk al inmiddels 550 patiënten en we zien ook dat we de provincie overstijgen. We hebben patiënten uit de andere provincies. En op een gegeven moment moet je afvragen, wil je al die patiënten naar hier halen? Of wil je zeggen van, wij willen de expertise ook uitstralen naar anderen. Je zou kunnen denken aan een soort satellietfuncties. Dat andere neurologen hun patiënten inbrengen voor de second opinions en dat de patiënt niet hoeft te reizen. Dat je het op die manier wat meer doet. Het moet dus dichtbij en dat betekent dat neurologen in andere ziekenhuizen zich eigenlijk moeten verdiepen in de hersenziekte MS. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want neurologen specialiseren zich vaak maar in 1 ziektebeeld om op die manier volledig in de materie te zitten en zo zorg op maat te kunnen bieden. Een dilemma dus, al zien de specialisten van het MCL het vooral als een uitdaging. Er zijn zoveel gebieden in de neurologie die interessant zijn. Ook Parkinson is een gebied wat bijvoorbeeld heel veel aandacht krijgt op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment kun je als neuroloog ook maar je aandacht op 1 of een paar punten richten. Ik denk niet dat iedereen MS-neuroloog moet worden, want dat zou weer ten koste gaan van de epilepsie, van de Parkinson, ga zo door. Belangrijk is dat we als kenniscentrum en expertisecentrum in Leeuwarden, als het ware onze kennis proberen uit te dragen in de provincie. En juist die kennis voor moeilijke gevallen de neurologen in de periferie kunnen bijstaan. Zodat mensen niet apart naar Leeuwarden hoeven te komen? Nou, misschien 1 of 2 keer, maar als dan het probleem, laten we zeggen, goed bekeken is, de zorg aan huis of dicht bij huis is altijd beter dan de zorg ver weg. Nou, ik denk dat vooral voor MS-patiënten heel belangrijk is dat ze de zorg, vooral als ze in de latere fase zitten, ze worden natuurlijk minder mobiel, dat soort dingen. Dus dan is het fijn als je de zorg dicht bij de patiënt kunt houden. Je hebt natuurlijk een hele groep mensen die net de diagnose hebben, die actief op behandeling staan. Die zullen weinig problemen hebben om naar de behandelcentra te komen. Maar met name in de progressievere fases, als mensen slechter te been worden, het hele zorgsysteem eromheen wordt vaak kleiner. En dan is het mooi als je die continuïteit kunt vasthouden, ook naar hun eigen situatie toe. De Grutte-Brege in het centrum van Wergeer wordt tijdelijk niet bediend. Hierdoor moeten boten omvaren via de staande mastroute en Nijewaring. De brug verkeert in zo'n slechte staat dat het op- en neerlaten van de brug niet mogelijk is. De stremming duurt naar alle waarschijnlijkheid nog tot 30 april. Het lijkt zo betrouwbaar, een factuur van de gemeente Leeuwarden. Je moet betalen omdat je je verplichting niet bent nagekomen. Door de hoge bedragen die worden genoemd in de brief en de schrijfstijl raken mensen al snel onder de indruk en betalen. Ja, en dan blijkt dat je te maken hebt met een spookfactuur. Toch zijn er ook mensen die het niet vertrouwen en daarom contact opnemen met de gemeente. Nou kijk, ze hebben een oude brief van ons gepakt en daar een beetje in gefotoshopt en moeilijke woorden gebruikt als in ambtenarentaal. Maar ja, als wij kijken naar telefoonnummers, naar de huisstijl, bepaalde dingen afgebroken zijn. Ja, iemand die ons kent, die ziet meteen dat die nep is. Maar als je een paar keer per jaar brieven krijgt en er staat ook nog in, je moet nu betalen, want anders trekken wij een vergunning in. Dan zijn ze meer bezig met de inhoud van de brief dan of de brief wel echt is. En dan ben je geneigd te gaan betalen. En stel, ik krijg zo'n brief, wat moet ik dan doen? Nou, in principe, als je nog niet betaald hebt, is het beste eigenlijk gewoon de brief weggooien. Je kunt ook even bij ons melden dat je zo'n brief gehad hebt. Dan kunnen wij mensen erop alarmeren. Kijk, nu weten we het al, dus nu hoeft het niet meer. En als je hem wel betaald hebt, zo snel mogelijk contact opnemen met je bank of met de bank waarna je het geld hebt overgemaakt.
De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met de bank en daarnaast aangifte gedaan bij de politie. De gemeente wil er nu alles aan doen om mensen hiervoor te waarschuwen om het zo in de toekomst te kunnen voorkomen. Kijk, wij weten niet wanneer iemand namens ons iets in elkaar flanst en zegt het is een brief van ons. Dus pas als wij een melding krijgen met de vraag van is dit een brief van jullie, dan pas kunnen wij aangeven nee, het is niet van ons. En breed aangeven van dat iemand dit probeert namens ons facturen binnen te krijgen. Maar wij weten dat pas op het moment dat het al gebeurd is en niet van tevoren. Kijk, bij onze eigen administratie zijn wij heel alert op dat bedrijven hebben standaard rekeningnummers. En als er dan ineens een ander rekeningnummer tussen staat, dan checken wij het zelf. Dat zou je eigenlijk privé thuis ook kunnen doen. Op het moment dat je altijd de gemeente Leeuwarden betaalt voor je WOZ-aanslag. En je hebt nu in één keer een ander factuurnummer. Dan is het best om even te kijken van klopt dit wel? Door ons gewoon simpel te bellen. Ik heb een brief voor jullie met dit nummer. Klopt dat? Nou, en als het klopt, dan ben je er heel snel achter. En als het niet klopt, dan ben je blij.